Welkom allemaal bij jullie engelenboodschap voor woensdag 5 april. We gaan weer kijken welke boodschappen er tevoorschijn mogen komen. Woensdag 5 april, universum. En dit is een algemene reading voor het collectief. Dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Neem alleen datgene mee wat resoneert en laat de rest achterwege. Universum, graag heldere, duidelijke boodschappen, inzichten voor woensdag 5 april. Wat mogen we verwachten? Wat is de energie? Voor woensdag 5 april. Woensdag 5 april. Be bold and make the first move. Or take the first step. Ja, ben moedig en zet de eerste stap. Durf de eerste stap te zetten. Werk door je angsten heen. Of zie je angsten onder ogen. En ja, werk er doorheen. Work through your fears. Dus het kan een situatie zijn waarbij je twijfelt om actie te ondernemen en zet de eerste stap. Het kan een situatie zijn waarbij je aan het wachten bent tot iemand anders de eerste stap neemt. Maar ja, ben moedig en stap over je angst heen en zet die stap. Wat nog meer voor woensdag 5 april. Woensdag 5 april. Het kan een hele specifieke boodschap zijn die we hier al op de tafel hebben. Woensdag 5 april. Jij en je geliefden zijn veilig. Jij en je geliefden zijn veilig. Onder op het dek hebben we meditate en contemplate. Dus mediteren, nadenken, je rust nemen om na te denken over een situatie. En misschien is het nu tijd om actie te ondernemen. We gaan de engelenkaarten schudden, de engelenboodschappen. Universum, engelen, wat is jullie boodschap voor woensdag 5 april 2023? Woensdag 5 april 2023. Welke boodschap mogen wij ontvangen? Wat is de energie? Wat mogen we meenemen? We hebben er twee. We hebben de kaart Indriël. Je bent een lichtwerker. Het universum vraagt je dringend om je goddelijke licht en liefde, net als een engel over de aarde en al haar bewoners, te laten schijnen. Dus durf die stap te zetten. Je hebt misschien bepaalde gaves als lichtwerker. Durf de eerste stap te zetten. Durf ook ja, naar buiten te treden, andere mensen te helpen. En dan hebben we de kaart Chantal, de engel Chantal. Er is een nieuwe romance op komst met een nieuwkomer of door een hernieuwde hartstocht binnen je huidige relatie. Sta ervoor open om liefde te geven en te ontvangen. Wauw, een nieuwe romance. Dat kan ook reden zijn om ja, angst te hebben om jezelf bloot te geven of jezelf open te stellen naar iemand. Maar het kan ook binnen je huidige relatie zijn. Durf er voor open te staan om liefde te geven en te ontvangen. En onder op het dek hebben we Isaiah. Het is een goede tijd om nieuwe ideeën en situaties in je leven te creëren. Ik waak over je. Ik begeleid je en bescherm je tijdens deze veranderingen. Wauw. Er gaan veranderingen plaatsvinden voor sommigen van jullie binnen je relatie. En voor anderen van jullie kan er een nieuwe relatie komen. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. En we gaan de engelenantwoordenkaarten schudden om te kijken wat het antwoord is op jullie vraag. En heb je geen vraag, dan kijken we gewoon wat is de boodschap voor woensdag 5 april. Heel duidelijk en een heel snel antwoord. Niet het juiste moment. Niet het juiste moment. Dus kijk hoe dit resoneert met de vraag die je gesteld hebt. Wauw, en onder op het dek weer romantiek, romance. Een relatie wellicht. Nou, we gaan kijken wat de tarot ons voor boodschap kan geven. Je hebt misschien iemand op het oog en je bent bang om contact op te nemen of om je gevoelens te uiten. Ja, durf die stap te zetten. Be bold and make the first move. Universum, wat is uw boodschap voor woensdag 5 april? Woensdag 5 april. Woensdag 5 april.
je denkt misschien, of je stelt iets misschien uit, omdat je denkt, dit is niet het juiste moment. Met die engelenkaart wat we hier hebben liggen. Wauw. Staven 4. Succes behalen in een situatie. Goed nieuws. En dit is een kaart van stabiliteit. De 4 pijlers van stabiliteit. Een stabiele basis. Een relatie naar een volgend level tillen. En dit kan zijn van een vriendschappelijke relatie naar een liefdesrelatie, naar een verloving, naar een huwelijk. Een hele mooie kaart, een kaart van wensvervulling. De 11-11 kaart, doe een wens. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor woensdag 5 april. Wauw. Woensdag 5 april. Hele gepassioneerde, vurige energie, harmonie met die staven 4. Oh. En dan de kelken 8. Een situatie die niet langer vervullend is, verlaten. Maar dit heeft ook te maken met emoties. Je emotioneel terugtrekken. Je misschien over angsten heen zetten. En de kelken 8 is iemand die gefocust is op de toekomst. Dus iets achterlaten. En richting die kelken 9, die kaart van wensvervulling. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor woensdag 5 april. Woensdag 5 april. Woensdag 5 april. Universum, nog één kaart. Voor woensdag 5 april. Dank u wel. Woe, kijk. En van de kelken 8 loop je naar de zon. Een kaart van bevrijding. Een kaart van meer zelfverzekerdheid. Een kaart van helderheid. Spirituele ontwaking. Ja, positiviteit. Dit is de mooiste kaart uit het dek. Leeuwenergie. Wauw. En onder op het dek hebben we de kelken 6. En de kelken 6 kan te maken hebben met het verleden, herinneringen, mooie herinneringen aan het verleden. Maar dit kan ook zijn het verleden achterlaten, maar dit kan ook zijn een soulmate energie. Koningin van Zwaarden. Oh, en ik zie dat die andersom ligt. Er komt iets binnen, de kelken 4 zie ik. En het is tijd om iets los te laten, iets wat met het verleden te maken heeft. Maar dit is ook het omarmen van je innerlijke kind. Een hele speelse energie. Kinderlijke energie. Universum, waarom ligt hier de kelken 6? Soulmate energie. Dus algemene energie onder op het dek. Soulmate energie voor woensdag 5 april. Waarom ligt hier de kelken 6? De kelken 6. Dit kan ook iemand zijn die uit het verleden terugkomt. Maar ik heb niet het gevoel dat dat de boodschap is. Waar ligt hier de kelken 6? Ja, vooruitgang. De zegenwagen. En die kaart, be bold and make the first move. Dat is de boodschap die bij deze kaart hoort. Heb de moed, de durf om de eerste stap te zetten in een nieuwe richting. Zodra je de eerste stap gezet hebt, ben je al een stap dichter bij het behalen van je zegen. En dit is iemand die bereid is om alle obstakels die op zijn pad komen te overwinnen. Iemand die ervan overtuigd is de zegen te behalen. Wauw. Nog een kaart voor de kelken 6. Waarom ligt hier de kelken 6? Maar dit is ook iemand met de zegenwagen die iets achterlaat. Het oude vertrouwde. Die angst overwinnen om de eerste stap te zetten. En dan gaat het balletje heel snel rollen. Dit is een hele snelle energie. Dit kan onderweg zijn. Kan zijn dat je gaat daten. Weer open staat voor liefde. Weer ja, je lekker in je vel voelt met de zonkaart. Zelfverzekerdheid. Klaar bent voor iets nieuws. Waarom ligt hier de kelken 6? Ja, de staven 6. Overwinning, leeuwenergie. In de spotlight staan, zelfverzekerd zijn.
Een overwinning behalen, succes behalen, erkenning krijgen, aandacht krijgen. Ja, dit kan te maken hebben met daten. Aandacht krijgen vanuit meerdere kanten. Ja, een nieuw leven starten. Waarom ligt hier de staven 4? Staven 4. Het kan dus ook binnen een relatie zijn. Staven 4. Weer terug naar dat gevoel van toen je net samen was. Staven 4. Elkaar weer overladen met aandacht, cadeautjes. Dit kan ook iets leuks zijn wat je krijgt. Een bloemetje van iemand. Van je partner wellicht. Het kan ook zo zijn dat jij iets meeneemt als je gaat daten met iemand. We hebben voor de staven 4 de staven 7. Staven 4. Nog een kaart voor de staven 4. Dit is een energie van wat afstandelijk zijn, wat defensief. Waar ook je grenzen aangeven. Staven 4. Vasthouden. Met de pentakels 4. En dit is iemand die vasthoudt, niet geeft. Iemand die wat weerstand biedt tegen verandering. Iemand die zich wat terughoudt. Maar we hebben hier een ridder van kelken. Je wil je hart beschermen, jezelf verdedigen. Ridder van kelken, een hele luchtige, flirterige energie. Voor sommigen van jullie kan het zo zijn dat je plotseling iemand leert kennen terwijl je onderweg bent of ergens bent met vrienden, familie, op een reunie. Wie is die ridder van kelken? Ridder van kelken. De ridder van kelken. Opties. Kelken 7. Kan zijn dat je emotioneel wat in een soort van achtbaan bevindt. Er zijn meerdere opties. Geen keuze kunnen maken. Je hart willen beschermen. Ridder van kelken. En dit kan ook te maken hebben met illusies of bepaalde dromen die je hebt. Ridder van kelken. De ridder van kelken, dit kan staan voor je omstandigheden. Durven om je emoties te laten zien aan iemand. Om je bloot te geven, durven om je kwetsbaar op te stellen. Dit kan zijn binnen een relatie. Het kan zijn dat je een beetje uit elkaar gegroeid bent, wat defensief, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Je wil je hart beschermen, je hebt eigenlijk een soort van muurtje om je heen gebouwd. En je wil je graag openstellen. Of je gaat je meer openstellen naar de ander toe. Waar ligt hier de ridder van kelken? De ridder van kelken. Pentakels 3. Samenwerken aan een gezamenlijk doel. Samen er proberen een succes van te maken. Niet bang zijn om fouten te maken. Over je angst heen gaan. Je emoties tonen naar de ander. Je gevoelens uiten naar de ander. Je waardering uiten naar de ander. Want dit is ook een kaart van waardering. Er staan mensen op de pentakels 3 die kijken naar de persoon die aan het werk is. Ze hebben waardering voor zijn talenten, zijn gaven, zijn goede kanten zien. Samen ergens aan willen werken. Het kan ook zo zijn dat je partner of iemand in je omgeving wil werken aan jullie connectie. En dit gaat aangeven. En dit geeft een heel blij gevoel. Waarom ligt hier dan de kelken 8? De situatie achterlaten. En
En dat heeft te maken met de pentakel 6, geven en nemen. Een van beide kan te weinig energie of tijd, emotie gestopt hebben in jullie connectie, in jullie relatie. En dit wordt achtergelaten. Dit kan ook zijn een vriendelijk gebaar. Dit kan een cadeautje zijn, een attentie wat je gaat krijgen. Ook met die kelken 6. Iemand wil werken. En dit is een hele mooie energie die hier ligt. Waar ligt hier de kelken 8? Nog een kaart voor de kelken 8. Ja. Er wordt gesproken hierover. En ik heb het gevoel dat iemand iets wil opbiechten. En het op een andere manier wil aanpakken. We hebben hier de zwaarde 7. Kan ook zo zijn dat er helderheid komt. Iemand wil gerechtigheid in een situatie brengen. Helderheid brengen. Wil iets achter zich laten. En het kan te maken hebben met oneerlijkheid. Het kan te maken hebben met bedrog of geheimen die gehouden zijn. En deze persoon wil duidelijkheid scheppen. Wil het verleden achter zich laten. Wil gerechtigheid in de situatie. Komt met feiten. Waarom is hier de koning van zwaarden? Ja, deze persoon wil werken aan de situatie met de pentakels 8. Wil zijn tijd en energie hieraan besteden. Het kan zijn dat de persoon heel erg veel bezig was met werk. Of inderdaad zijn aandacht, zijn energie, zijn emoties ergens anders gaf met de pentakels 6. En deze persoon wil iets stabiels. Wil hieraan werken. Wil zorgen dat dit iets is wat blijvend is voor de lange termijn. En dit is een gouden kans. Samen ergens aan werken. Waar ligt hier de zwaarde 7? Zwaarde 7. De dwaas. Het kan te maken hebben met een dwaze beslissing die in het verleden gemaakt is. Iemand heeft misschien een beslissing genomen zonder na te denken over de gevolgen. Voor eigen geluk met de kelken 9. Dit kan ook een kaart zijn van niet uit de comfortzone durven stappen. Alles is prima zoals het gaat. Ik ben tevreden, ik ben gelukkig, maar dit is een single energie. Zwaarde 7. Iemand wil het werken instoppen. Zwaarde 7 heeft te maken met de zwaarde 6. Zwaarde 6 is een kaart van vooruitgang, het verleden achterlaten, een andere strategie, een andere tactiek, dingen op een andere manier aanpakken. Het kan ook zijn dat er professionele hulp wordt ingeschakeld om te werken aan een relatie, want de mensen op de zwaarde 6 krijgen hulp. In deze situatie, bij het maken van een nieuwe start. Dit kan ook te maken hebben gehad met iemand die weggelopen is. Zich emotioneel teruggetrokken heeft van een situatie. Het kan te maken hebben met een verhuizing. Ja, iemand heeft een keuze gemaakt. Iemand heeft... Wil rechtvaardigheid brengen in de situatie. Kom met feiten. En dit kan ook jouw gevoel zijn. Situatie objectief bekijken. De feiten op een rij zetten. En de situatie verlaten. Een nieuw begin willen maken. Iets wat meer stabiel is. En dat kan ook te maken hebben met het verlaten van een persoon of een situatie. Iets loslaten, een andere richting kiezen. Weer klaar zijn voor nieuwe liefde. Want die zie ik zeker binnenkomen. En dat kan dus ook binnen een relatie zijn. Waarom ligt hier de zonkaart? Die kaart van vrijheid. De zonkaart. Pentakels 2. Ja, twijfelen. Er is balans nodig. Het juggelen van twee personen, twee situaties... persoon en een situatie. Waarom ligt hier de zon? De zon. Er komt helderheid. Er komt duidelijke communicatie. Ja, kijk. De maan staat voor dingen die niet helder zijn. Angsten.
En dan heb je je werk door je angsten heen. Durf de eerste stap te zetten. En dan inderdaad zal de zon zal het resultaat zijn. Je zult een enorme opluchting voelen als je die angst overgaat. Net als een kind wat voor de eerste keer van de startblokken af moet springen bij zwemles. Dat heb ik onlangs meegemaakt met mijn dochter. Zodra je eenmaal erop staat en er vanaf springt, dan ben je over die angst heen. En dan voel je een soort van opluchting, een soort van bevrijding. En dat voel ik hier met de zonkaart. En dit heeft te maken met emotioneel je terugtrekken van een situatie die je niet langer dient. Kijk, de wereldkaart. Iets is compleet. Het is tijd voor een volgend hoofdstuk. En daar komt helderheid in. Waarom ligt hier die maan? Oh, en deze draait om. De maan wordt verklaard door de koningin van pentakels. Iemand die heel praktisch is. Iemand die goed advies kan geven. Stabiel, succesvol en hardwerkend iemand. Iemand die dingen kan laten groeien, mooier maakt, uitbreiding. Zorgzaam, dit kan iemand zijn in een lange relatie, iemand die getrouwd is. Praktische stappen zetten en dan de aas van zwaarden. Helderheid. Een doorbraak in een situatie. Actie ondernemen. De maan is ook een kaart van het is tijd voor actie. Dit is vissen kreeft energie. We hebben hier dus twee azen. Twee keer een nieuw begin. De aas van pentakels, de aas van zwaarden. Na hebben gedacht over een situatie, bang zijn om actie te ondernemen, twijfelen. Wel, niet. En dan die doorbraak met die aas van zwaarden. Overgaan tot actie. De angst overwinnen. En dan de zon. Heel mooie kaart. Nog een kaart voor de zware 7. De zware 7 is ook je geen zorgen maken met die dwaas eronder, maar vooruit gaan. De situatie kan alleen maar beter worden. Zeker met die aas van pentakels hier. Nog een kaart voor de zware 7. De gematigheid. Matigen. Het kalmer aandoen. Water bij de wijn doen. Geduldig zijn. En dit is een helende energie. Beter voor jezelf zorgen. Een beslissing maken die goed is voor jezelf, ook voor je gezondheid. Ja, en dan hebben we hier een 10 onder op het dek. Een einde aan die zware 7 energie. Een teleurstelling. Einde van een moeilijke periode, een donkere periode. En we gaan van de zware 10 naar de zon. Met de zonkaart hier, maar ook met de dwaas. Een nieuwe start maken. Een nieuw begin. Waar heeft die pentakel 6 mee te maken? De pentakel 6, ja, met de duivel. De situatie was niet eerlijk, niet gelijkwaardig. Er was geen sprake van een gelijkwaardig geven en nemen. Er was een ongezonde connectie of een ongezonde situatie. Ja, en ik heb het gevoel dat daar eerlijkheid, feiten komen er op tafel. Ook met deze kaart, er komen feiten op tafel. Helderheid, wat je een soort van opluchting gaat geven. Wat je inzicht gaat geven, ook als je staat voor een beslissing te maken of om een stap te zetten. Dat laatste duwtje in de rug, heb ik het gevoel. Tijd om nieuwe dingen te creëren. Met de zonkaart ook heel erg creatieve energie. Dus ben je een lichtwerker en ja, heb je net het laatste duwtje nodig in je rug? Ik heb het gevoel dat dat gaat komen. Er komt helderheid. En durf die eerste stap te zetten. Want het zal meer balans brengen.
Healende energie. En de zonkaart. Positiviteit. Zelfvertrouwen. Zelfverzekerdheid. Durven shinen. Jezelf te laten zien aan de wereld. Ja, ik heb het gevoel dat er stappen gezet gaan worden. Praktische stappen. Dus dat is de energie voor woensdag 5 april. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je het leuk vinden. En ja, mocht je een persoonlijke reading willen aanvragen, dan kun je dat doen. Alles staat onder de video in de beschrijving. Dat gaat via de website. En dan had ik nog iets. Een dame, Laura, die heeft mij gemaild. Ik zal haar achternaam niet noemen, want ik weet niet of ze dat prettig vindt. Maar een Laura heeft een persoonlijke reading aangevraagd. En ik heb haar al 2 keer proberen te beantwoorden, maar de mail komt dus niet aan. Die kan ook niet geleverd worden, omdat de mailbox vol zit. Dus wellicht even op een andere manier of via een ander e-mailadres reageren, Laura. Nou, een fijne dag verder en tot de volgende keer. Dag!